donderdag, 14 juli. Dit is het Jubelkamp Scheepsjournaal met vandaag. Steeds meer onderdelen winnen stalen speelkaarten voor Rad van Ravensburger en Bloody Mary is op bezoek bij Sport en Speldag. Goedendag, een cameraman van het Jubelkamp Scheepsjournaal was vandaag bij de middagwelpen die net als andere onderdelen een ijzeren speelkaart wisten te bemachtigen voor het Rad van Ravensburger. Ze deden dit door in een directe confrontatie hun tegenstander te verslaan. Ik ben de Beul van Harderwijk. Welkom. Ik zal een streng, maar eerlijk oordeel over jullie vellen. En dat is volgens jullie de echte baas. Een van jullie leider mag die vaas hier naar boven komen brengen. Dit is de echte vaas. Ik heb hem uit het museum gestolen. Nieuwe gilde, wie moet ik nu geloven? Oh, oh. De echte vaas is tegen water bestand. De nepvaas, die? Nee. Die? Ja! Die kan er niet tegen. Ook heel spannend is het om te kijken of onze hoofdverslaggeefster Bloody Marley eindelijk zin en tijd heeft gevonden om op de goede plaats van bestemming te zijn. De Sport en Speldag van Scouting Woerden. Ja, ik sta hier eindelijk wel een keer op de goede plek. Belatende baggerpaling. We gaan even kijken wat ze hier aan het doen zijn. Het blijkt iets met landerige luchtkussens te zijn. Hey, wat vind jij het leukst om hier te doen? Ik vond deze wel leuk en ik vond deze game het leukst. Hey. Zeemonster! Zeebra! En hij eet appelmoes! Een appelmoes eet een zeemonster? Ja! Nee, dan gaan we daar nu in! Ik ga deze ook even proberen.
geïnteresseerd als je ziet. Je wordt aan alle kanten op weg gebukt. We gaan snel terug naar de studio. Van een overopgeblazen item gaan we in één wipe-out door naar het volgende. Een gezelschap van creatievelingen gebruikt oude technieken om kampbewoners op te sluiten. Het raadselachtige ontsnappen biedt tegenwoordig een ingewikkelde manier van vermaak. Het scheepsjournaal staat voor een raadsel en vraagt: wanneer moest u huilen van het lachen? Als wij bij het kampvuur zitten, want daar worden altijd hele leuke grapjes verteld en gaan we altijd zingen. Als mijn vriendin Nikki een grapje maakt. Toen mijn beste vriend hoogtevrees had op zijn eigen kinderfeestje. Als de leiding weer. Als de leiding weer is aan het stoeien zijn. Nou, ik heb voor het hart gelachen toen een keertje toen ging soep eten en iemand wilde mij voeren en toen vloog alles eruit. Ik ben hem alweer vergeten. Ik moest heel erg hard lachen om een Minecraft filmpje. Toen ging de meneer steeds zo in de kast kijken en toen... Of zo. Nee, ik moest gisteren heel hard lachen bij het kampvuur. Ja, ik moest heel hard lachen om mezelf. Omdat ik in het scheepsjournaal zat en toen zei ik per ongeluk hele mevrouw. Toen Joep een wortel moest eten. En bijna ging kotsen. Toen Rens in de auto zei dat hij Barbie een best wel lekker ding vond. En in de wc hangt zo'n apparaat en daar kon je tampons uithalen. Maar alleen zij dacht dat je er condooms uit kon halen. Oké. Oma geeft aan Jantje 1 euro. Dan zegt Jantje tegen oma, mag ik snoep kopen? En dan zegt Jantje nee. Dan zegt oma nee. Dat is zonde van mijn geld. Sommige mensen bij het Jubelkamp Scheepsjournaal zijn ook zonde van het geld. Maar uiteraard niet onze altijd goed lachse Wimimin. Hallo, daar ben ik weer met het weer. Vandaag is er geen weer. Heb jij misschien nog weer? Want ik heb geen weer. Nou ja, tot de volgende keer dan maar weer. Zo te zien moet u morgen even zelf het weer uitvogelen. Voor het Jubelkamp Scheepsjournaal was dit Seasick Rick. Tot de volgende keer.